Hey iedereen, welkom bij Buurt Tarot. Mijn naam is Esmeralda en ik kom vandaag een collectieve reading opnemen. Het is al een lange tijd geleden dat ik een collectieve reading heb opgenomen voor alle sterrenbeelden en voor de mensen die op zoek zijn naar antwoorden. Het is al een paar dagen dat ik dat gevoel voel om een collectieve reading op te nemen, maar vandaag kon ik mijn gevoel echt niet meer negeren. Dus we gaan even kijken voor het collectief welke antwoorden, welke boodschap je mag ontvangen. Het kan zijn dat je te maken hebt met een bepaalde persoon, twin flame energie, soulmate connectie, karmische soulmate, een karmische liefde. Dus we gaan een keer kijken. Als er sterrenbeelden zijn die naar boven gaan komen, ga ik ze ook benoemen. Dus kijk dan of het uw ascendant teken is, uw maanteken of uw zonteken. Dit kan ook van de andere persoon zijn waar je mee te maken hebt. Dus neem vooral wat dat resoneert en maak er zeker uw eigen verhaal zeker niet van. Dus we gaan eraan beginnen. We gaan kijken, we gaan eerst zien wat er in de algemene energie mag uitkomen en dan gaan we zo verder kijken met de tarotkaarten. Dus we gaan even kijken voor het collectief een algemene energieboodschap. Schudden zeer moeilijk, heb ik de indruk. Maar dit is wel een zeer mooie kaart. Je hebt zaadjes geplant, collectief. Collectief. En je gaat het zien beginnen groeien. Het kan misschien zijn, voor sommigen onder jullie is dit echt al iets dat heel lang is. Dat je al een tijdje geleden zaadjes hebt geplant, maar je ziet ze totaal niet groeien. Dus wat heb ik hier? Een nieuw begin. Dus er is voorspoed die gaat beginnen. Je gaat binnenkort zien dat er iets gaat groeien. Dus je gaat iets in je fysieke realiteit zien. Het gaat voor iedereen verschillend zijn. Dat kan geld zijn, werk zijn. Dat kan een bepaalde persoon zijn. Maar er gaat iets groeien en dat kan natuurlijk iets stevigs worden. Maar we gaan kijken in de tarotkaarten en we gaan zien wat er nog meer zal uitkomen. Ik heb ook wel het gevoel dat er hier een vruchtbare periode voor u klaar ligt. Welke kaarten ga ik nemen? Ik heb er zodanig veel dat ik om een duur niet meer weet welke kaarten dat ik zou moeten gebruiken. Maar we gaan die nemen. We gaan even kijken wat er nog uitkomt voor het collectief. Als je op zoek bent naar antwoorden in een bepaalde situatie. Even kijken. Oké. Drie grote arcana's. Vier grote arcana's. Hier gaat er zeer, zeer grote veranderingen plaatsvinden. Dat is echt een hele, hele grote verandering. Een major changing gaat er hier plaatsvinden. Maar je gaat vertrouwen moeten hebben. Er is iets wat dat gaat ineenstuiken.
Maar blijf hoopvol. Blijf hoop vasthouden. Want je zit op dit moment in een groeiproces. Je gaat iets leren, maar je gaat vertrouwen moeten hebben, waardoor dat je naar een hoger niveau gaat getild worden. Sommigen onder jullie hebben te maken met een schorpioen, zeer sterk stier, weegschaal. Er is iets wat heel onverwachts gaat plaatsvinden. Het kan zijn dat je van iets gaat realiseren, een aha-moment gaat krijgen, maar dit gaat wel gepaard gaan met verdriet. Ik heb wel het gevoel dat jullie vallen als een keizerin. Maar het kan ook andersom zijn. Het kan zijn dat je te maken hebt met een moederfiguur of met de feminine energie die meer naar voren treedt. Iemand die commitment wilt, iemand die een diepe vertrouwen naar je toe voelt, iemand die ziet u als relatiemateriaal. Maar je zit hier in een groeiproces. Het kan ook zijn, want er ligt hier een nieuw begin in overvloed, hè? Maar er is iets toxisch. Er zijn hier verstrikte gedachten, jaloezie, mind games, schaduwkanten die naar boven gaan komen. En dit is wat de eerste toren gaat moeten doen. Er moet eerst al de negativiteit, al het slechte, alles wat dat niet bij u hoort, moet eigenlijk allemaal eerst in één stuk. Dat kan uiterlijk zijn, maar het kan ook innerlijk zijn. Dat kan zijn van de mind, het innerlijke. Mensen rondom u die energetisch echt niet gezond zijn, toxisch, giftig. En dit is wat dat eigenlijk gaat in één moeten gevallen worden eigenlijk, zodat je dan iets nieuws kunt opbouwen. Want er ligt hier een nieuw begin in overvloed, groeiproces, geld, een nieuwe liefde, waar je een diepe vertrouwen mee gaat voelen. Iemand die zeer traditioneel is, iemand die commitment wilt, iemand die iets wil opbouwen, verder wilt gaan. Maar nu op dit moment is er iemand waar je een toxische energie mee hebt. Kan een steenbok zijn, hoeft natuurlijk niet. Iemand die zeer jaloers is, iemand die giftig is, iemand die manipulatief is. Die denkt u te laten wijsmaken dat die persoon de waarheid vertelt, maar diep van binnen weet jij dat die persoon uiteindelijk de waarheid niet vertelt. Het is iemand die echt heel, heel goed kan manipuleren. Het is iemand die uiteindelijk contact gaat willen opnemen om gesprekken te voeren, om iets te verduidelijken. Om helderheid te krijgen, want er is ook heel veel passie naar u toe. Maar ik heb wel het gevoel dat het jij allemaal achter u gaat laten. Je gaat naar uw intuïtie luisteren, je gaat echt naar uw intuïtie luisteren. Want het universum gaat u ook op een hele harde manier u laten duidelijk maken dat je die persoon uit je leven gaat moeten. Die persoon moet eigenlijk uit je leven verdwijnen. En dit is wat de toren gaat doen. Dat gaat altijd gepaard met verdriet. Maar je gaat inzichten krijgen. Je gaat een aha-moment krijgen. Je gaat je van iets realiseren. Want er komt hier wel duidelijke helderheid die je eigenlijk van het universum gaat ontvangen. En dat gaat eerst via de mind komen. En dan gaat het voelen met je intuïtie dat je uiteindelijk weg gaat moeten stappen. Het kan zijn dat sommigen jullie leeuw zijn, schorpioen zijn, vis zijn, te maken hebben met een schorpioen, je kan te maken hebben met een steenbok. Neem wat dat resoneert, maar er gaat gevraagd worden om al je kracht en je moed bijeen te rapen. Want je gaat keuzes moeten maken. Wat is voor u op de lange termijn? Want er is iemand, kan een ram zijn, er is iemand die controle probeert vast te houden. Er is iemand die macht probeert te nemen, controle probeert te houden over heel deze situatie. Maar je gaat in één keer wakker worden. Je gaat in één keer een inzicht krijgen en dat gaat je echt een shockmoment geven. Je gaat echt versteld staan van wat is dat? Het kan zijn dat sommigen onder jullie het nog niet doorhebben met welke persoon je te maken hebt, maar je gaat die inzicht krijgen. Het universum gaat instappen om al die negativiteit uit te zuiveren. Dat gaat altijd gepaard met verdriet, shockmoment, veranderingen, transformatieproces. De wereld die eigenlijk een beetje instort. Om daar iets nieuws op te bouwen met iemand die het wel eigenlijk goed voor heeft. Iemand die eigenlijk een commitment wilt. Iemand die verder wilt met u. Iemand waar je een dieper vertrouwen voelt naar u toe. Maar op dit moment, de controle en de macht die wordt vastgehouden naar u toe, is eigenlijk obsessief. Iemand is zeer obsessief. Kan zijn dat deze persoon verslavingen heeft aan seks, drugs, alcohol, medicatie. Verstrikte gedachten, de eigen leugens gelooft, dat heel obsessief is, iemand die nogal koud, kil overkomt, die heel graag ruzie maakt, die heel graag discussieert. Maar het kan ook zijn dat er meerdere mensen zijn bij betrokken. Dus dit is hier een heel chaotische energie. Of jij zit op dit moment met jezelf in de knoop.
dat je het om duur gewoon niet meer weet. Maar er wordt gevraagd om te wachten tot uw torenmoment gaat vallen eigenlijk. Het is wel een heel heftige reading eigenlijk. Ik had gehoopt om een meer positieve reading te brengen. Maar we gaan clarify. We gaan kijken wat er nog meer mag uitkomen. Maar eens jij een bepaalde cyclus tot een einde gaat brengen, je gaat naar een hoger niveau. Het gaan de moeilijke zijn. Het gaan de lastige zijn. Er gaat heel veel verdriet mee gepaard zijn. Je gaat echt een schudding krijgen. Je gaat echt een shock zijn. Maar dit is eigenlijk voor je hoogste goed. Het kan zijn dat jij je op dit moment gevangen voelt met een bepaalde persoon en dat je niet kunt losrukken. Maar we gaan clarify, we gaan kijken wat er nog meer mag uitkomen. Ik heb hier leeuw, steenbok, schorpioen, stier, weegschaal, stier. Had ik nog iets van staan? Het kan een keer vlug. Weegschaal, een keer vlug. Vis, kreeft, leeuw. Ram, leeuw. Laat ik kijken. Het kan zijn voor sommigen onder jullie, dan is het voor de vrouwen, ligt er hier een onverwachte zwangerschap. Dat gaat echt als een shockmoment. Er ligt hier wel een onverwachte zwangerschap. Dat is niet voor iedereen natuurlijk. Laat ik eens kijken naar de toren. Het kan zijn voor sommigen onder jullie, niet voor iedereen, heb je die zwangerschap zelf gemanifesteerd. Dit zijn de zaadjes die je ook hebt geplant. En aangezien je nu in een hele moeilijke, lastige situatie zit, kan het zijn dat je opeens zwanger bent. Maar dat is echt niet voor iedereen. Dat kan misschien maar voor één persoon zijn of al de mensen die naar deze collectieve reading aan het kijken is. Maar we gaan een keer kijken. Kijk, er moet een toren vallen voor een volledig nieuw begin te hebben. Het kan zijn dat de toren nu gaat vallen of de toren is gisteren gevallen. Die shockmoment, die inzicht, een aha-moment. Zodat er hier een volledig nieuw begin kan liggen voor u. Maar blijf hoopvol, blijf hoop vasthouden. Er is iemand die terug gaat komen. Het kan zijn dat jij een leeuw bent, een ram. Je hebt te maken met een leeuw, ram, waterman. Ik heb ook waterteken, kreeft, vis, schorpioen. Maar, oh, ik heb meer het gevoel dat er iemand de liefde gaat willen uiten. Heel passioneel. Iemand die als een shockmoment terug opnieuw in je leven gaat komen. En die een risico gaat willen om samen iets op te bouwen, een nieuwe reis aan te gaan, een nieuw begin aan te gaan. Maar voor u gaat het allemaal risicovol zijn. Hij gaat zo het gevoel hebben van, gaat die persoon veranderd zijn? Gaat hij dit? Gaat hij dat? En er wordt eigenlijk gevraagd om naar uw intuïtie te luisteren, naar uw gevoel te luisteren en blijven aan te geven wat dat jij effectief wilt. Niet aangeven wat je niet wilt. Je hebt een supergoeie intuïtie. Dus luister naar je intuïtie. Ik heb heel sterk het gevoel dat het universum echt je intuïtie gaat beginnen doorduwen. Dat je echt gaat moeten beginnen luisteren naar je intuïtie. Welk pad dat je gaat willen bewandelen. Sommigen weten dat jij er supergoed uitziet. Heel seksueel, sensueel. Jij weet wat je wilt. Je staat in je kracht. Je moet ook in je kracht blijven staan. Het kan zijn dat sommigen onder jullie te maken hebben met een tweeling, waardoor dat die band zeer sterk is, zeer magnetisch. En dit is wat dat om duur toxisch is. Het is een twin flame connectie. Het kan een soulmate connectie zijn. Maar het is zeer toxisch. Het kan zijn dat dit een persoon is die gelooft in de eigen leugens. Maar ik ga hier nog een keer dieper op ingaan. We gaan een keer kijken wat er hier nog meer mag uitvallen. Voor sommigen onder jullie, waar je die torenmoment al hebt meegemaakt,
ligt er hier een volledig nieuw begin. Je voelt intuïtief aan van, ik moet een nieuw begin bewandelen. Ik wil ook een nieuw begin. Ik ben ambitieus, ik weet wat ik wil in mijn leven en ik ga mijn hart volgen, ik ga mijn gevoel volgen. Maar ik zie ook dat er iemand uit het verleden gaat terugkomen. Iemand gaat de liefde willen uiten, gaat willen vertellen, ik wil een nieuw begin met u, ik heb passie voor u, je ziet er voor mij goed uit. Bla bla bla. En ik kijk wat die intenties heeft van de schildknaap van Kelke. Want dit is iemand die sowieso jonger is dan u. Sowieso. Het kan zijn dat deze persoon nog een twintiger is of begin de dertig. Want jij valt uit als een koning of een koningin. Deze valt hier in één keer. Ziet het? Dit is iemand die echt u omgulp om... Oh, sorry, ik kan niet babbelen. Dit is iemand die echt om hulp gaat vragen. Er is iemand die aan het afzien is. Het kan zijn de persoon waar jij mee te maken hebt, dat deze persoon een torenmoment heeft gekregen. En dat deze persoon hulp nodig heeft. Maar het is voor u gelijk allemaal risicovol. Ga ik die persoon hulp bieden of niet? Vandaar dat je naar uw intuïtie gaat moeten luisteren. Kijk, dit is iemand die u aan het manifesteren is. Dit is iemand die eigenlijk een volledig nieuw begin aan het manifesteren is. Dit is iemand die de liefde gaat willen uiten. Het is op een zeer kleine manier. Maar ik heb heel sterk het gevoel, een schildknaap van Kelke wil nooit een relatie. Gaat zich misschien excuseren en verontschuldigen? Dat zit er misschien aan te komen. Dit is iemand die dat op een intuïtieve, vanuit het gevoel gaat doen. Maar het blijft een schildknaap. Jij valt hier uit als een koningin. Dus jullie vibreren niet op dezelfde energie. Of je hebt te maken met iemand die zeker 10 jaar jonger is dan u. Dit is iemand die hulp nodig heeft. Deze persoon heeft een torenmoment ontvangen. En de berichten die naar u gaan toekomen, gaan voor u ook als een shockmoment zien. Kijk, het kan zijn voor sommigen onder jullie is er hier bedrog mee te maken, maar je moet je vooral geen zorgen maken. Dus voor de een is er bedrog geweest, voor de ander is er geen bedrog geweest. Op dit moment zie ik nog geen derde partij, maar dit is iemand die een torenmoment gaat krijgen. Dus het kan zijn dat deze persoon opeens een inzicht gaat krijgen van iets gaat realiseren. Dus deze persoon is hier echt wel een torenmoment, een shockmoment aan het ontvangen, waardoor dat deze persoon opeens een besef en een verzoening gaat willen. Dit is iemand die eigenlijk wilt terugkomen om te communiceren. Sowieso. En dat gaat echt als een shockmoment ervaren worden. Deze persoon is communicatie van u uit aan het manifesteren, maar het komt niet. Jij communiceert gewoon niet, want jij bent gefocust op een nieuw pad. Uw ambities volgen, uw hart volgen, uw passie volgen. En dit is iemand die communicatie van u uit aan het manifesteren is. En aangezien dat jij dit niet gaat doen, gaat deze persoon dit doen. Deze persoon gaat zich sowieso laten horen naar u toe, want dit is iemand die opeens wakker gaat worden. Een besef, een verzoening gaat willen. Maar in uw ogen, in uw gevoel is het, het is mij veel te veel risicovol. Kan ik die nieuwe pad met deze persoon wel volgen? Oei, deze is op de grond gevallen. Kijk, dit is iemand die het gevoel heeft van, kijk, de problemen die ik met mijn partner heb, of met de situatie, met de persoon waar ik iets mee te maken heb, waar ik mee te dealen heb. Dit is iemand die een gevoel heeft van, de problemen zijn nog niet opgelost. Ik moet communiceren, ik moet dat manifesteren. Ik wil deze persoon terug in mijn leven, want er is iets dat niet opgelost is. Deze persoon voelt dit aan op een intuïtieve manier. En dit is iemand die ook zijn, haar intuïtie gaat volgen. Maar uiteindelijk heb ik hier wel een gevoel dat er hier een einde gaat komen.
met een nieuw begin. Mocht je te maken hebben gehad met iemand die zeer toxisch is, manipulatief, mind games met u heeft gespeeld, altijd maar komen en gaan, verslavingen heeft, ga jij je energie moeten reinigen en moeten vernieuwen. Ik ga een keer verder kijken, een keer kijken wat er hier nog meer mag uitkomen. Amai, ik kan de kaart, ze hebben precies heel veel te vertellen. Dat is natuurlijk wel zeer veel, hè? Maar ik ga ze toch pakken. Ze. Kijk, dat is iemand die heel veel plezier heeft in zijn haar leven. Heel veel plezier. Dit is echt iemand die alcoholverslaafd is. Dit is iemand die alles onderdrukt met alcohol. Kan medicatie zijn, kan drugs zijn. Want er ligt hier uiteindelijk iets dat verborgen ligt. Dit is iemand die niet altijd eerlijk is. Dit is iemand die op een zeer kleine manier de liefde kan geven. En voor u is het allemaal risicovol om deze persoon opnieuw een kans te geven. Die persoon is u aan het manifesteren. Je zit in een groeiproces. Eens jij dit cyclus gaat afsluiten, je moet ook niet, ligt er hier wel iemand die wel commitment wilt voor u. Want jij bent hier op aarde gekomen om meer zelfliefde te ontwikkelen. Je moet luisteren naar je intuïtie, maar het kan zijn, voor sommigen onder jullie, weet je het eigenlijk al. Maar is het je ego die je een andere gedachte geeft? En er is iets met familie. Het kan zijn dat jij met deze persoon een familie wil opbouwen. Iets stabiel, iets stevig, structuur, huisje, tuintje, boompje. Maar deze persoon heeft zich alleen maar gefocust op plezier, uitgaan, iets gaan drinken, heel veel drinken. En er ligt hier wel een verborgen. Ik moet er geen uitleg aan geven aan deze kaart, maar er kan wel seks geweest zijn met een ander persoon. Ga ik hier verder kijken. En onderaan op het dek hebben we hier risico. Voor u is het allemaal risicovol. Maar je bent hier wel een les aan het leren. Ik heb het gevoel dat ik echt wel aan het praten ben tegen vrouwen. Feminine energie. Je bent een les aan het leren. Ga ik hier verder kijken. Het kan zijn dat deze persoon je op de een of andere manier heeft bedrogen, dat je het intuïtief aanvoelt, maar je hebt gelijk geen bewijzen. Maar je voelt het intuïtief constant aan dat er iets niet juist is. We gaan een keer verder kijken. Jij bent echt uw soulmate aan het manifesteren. Tweeling, maagd, energie, stier, weegschaal. Jij bent het echt aan het manifesteren. Op dit moment sta je nu even stil. Je hebt een emotionele vervulling, maar je gaat in je kracht moeten komen. Ik heb heel sterk dat ik aan het babbelen ben tegen tweeling, maagd, leeuw. Maar het kan ook ram of waterman zijn. Hoeft natuurlijk niet, het gaat hem eigenlijk om de energie, maar ik heb heel sterk het gevoel. Als jij je emotionele vervullingen achterna gaat en je blijft in je kracht en houdt al je moed bijeen, ga hij daar de vruchten van plukken en ligt er hier uiteindelijk een volledige nieuwe liefde die op dit moment nog verborgen ligt. Maar dit is iets wat voorbestemd is. Voor sommigen onder jullie is het iemand. Stel, jij bent een leeuw of je hebt ergens leeuw in je chart. Ben jij een emotionele vervulling voor deze persoon. Deze persoon wil er alles aan doen, energie insteken, samen willen werken.
de vruchten ervan willen plukken om de liefde te hernieuwen. Want er zijn nog steeds diepe emoties en deze persoon gaat een tweede kans willen. Want jij bent deze persoons lotsbestemming, maar dit is eigenlijk iemand die financieel struggelt en die zeer negatieve gedachten heeft, stress heeft, depressieve gevoelens heeft, door de donkerste nacht van de ziel aan het gaan is, kopzorgen heeft, angsten heeft. Want dit is iemand die je niet kan loslaten. Energetisch zijn eigenlijk jullie nog met elkaar verbonden. En dit is de energie die gaat mogen gereinigd worden. Het kan zijn dat je op dit moment te maken hebt met een persoon die financieel op dit moment stilstaat. Of het kan zijn dat jij financieel op dit moment stilstaat. Dat jij heel hard aan je centen om dit te laten groeien. Om daar de vruchten er kunnen van te plukken. Je bent dingen aan het manifesteren. Zij uw soulmate aan het manifesteren. Je bent eigenlijk uw nummer 1 aan het manifesteren. Een persoon aan het manifesteren waar jij u als nummer 1 bij voelt. En ik bedoel dat jullie samen één vormen. Dat wordt hier eigenlijk gemanifesteerd. Maar ik heb ook weer een ander gevoel. Voor sommigen onder jullie, de persoon waar je mee te maken hebt, is u aan het manifesteren. Want financieel sta jij heel goed. En er is nog steeds die magnetische aantrekkingskracht naar elkaar toe. Maar we gaan een keer verder kijken. Een keer zien wat er hier nog meer mag uitkomen. Want dit is iemand die eigenlijk stilstaat om een vaste relatie te starten. Maar toch voelen ze die diepe aantrekkingskracht. Kijk, je moet eigenlijk aan toewijding doen. Je moet rituelen doen. Al is het een voetbadje die je gaat nemen met edelstenen, essentiële olie erin. Een lichtbad nemen met edelstenen, een zoutbalken of een bruistablet. Hoe noemt dat daar allemaal van? Een beetje healing, een beetje zorg dragen voor jezelf. Rituelen doen. Ik denk dat wij morgen hebben wij een nieuwe maan. Dan kun je ook tijdens nieuwe maan en volle maan rituelen doen. Intenties opschrijven. Wat wil je aantrekken? Dingen opschrijven die je wilt loslaten. Je kan het verbranden buiten in de tuin, zodat het naar het universum kan gestuurd worden. Dus dit is wel iets wat het universum wel aanraadt. Meer de natuur ingaan. Meer jezelf als prioriteit stellen. Je als nummer 1 zetten. Meer zeggen tegen jezelf, ik ben het waard. Sommigen onder jullie zijn wel degelijk financiën aan het manifesteren. Kijk, deze reading is eigenlijk een waarschuwing. Dit is iemand die gaat willen terugkomen en die... Er is geen ontkomen aan. Deze reading is een waarschuwing. Maar ik ga een keer verder kijken. Ik heb echt het gevoel dat ik een reading aan het doen ben voor vrouwelijke, feminine energie. Want dat gaat hier over een masculine energie. Iemand die alleen maar verleiding en verlangens heeft naar u toe. Dit is iemand die u niet kan vergeten. Dit is iemand die het verleden niet kan vergeten. En dit is iemand die communicatie wil. Dus mocht jij op dit moment geen communicatie hebben met een bepaalde persoon, deze persoon wilt communiceren. Deze persoon manifesteert communicatie van u uit. Maar je gaat het niet doen. En uiteindelijk gaat deze persoon zelf communiceren. Dat is echt iemand die negatieve gedachten heeft en het is echt een mannelijke energie. Dit is iemand die alleen maar verleiding en verlangens heeft. Alleen maar passie. Passie, verleiding, seks, wat dat het ook mag zijn. Maar dit is echt iemand die in een negativiteit zit, die in somberheid zit. Dus dit is eigenlijk een waarschuwing over deze persoon, dat deze persoon echt afhankelijk is, verslavingen heeft, negatieve gedachten heeft, angsten heeft, piekeringen heeft en deze persoon probeert u te manifesteren. Maar het gaat niet, omdat deze persoon in een negatieve bui zit, in een negatieve sfeer. Wacht, er is een kaartje gevallen. Je gaat je moeten terugtrekken. Je gaat je moeten terugtrekken en in je eigen bubbel gaan. Dit is iemand die een masker draagt. Dit is iemand die niet altijd even eerlijk is. Maar er komt een torenmoment. Deze persoon gaat echt een torenmoment krijgen. Deze persoon gaat echt inzichten krijgen en gaat beginnen transformeren. Want er is hier geheim. Of er zijn geheimen.
is wel een heftige reading, vind ik. Ik had gehoopt om een weer positieve reading te geven, maar was nu ook niet de bedoeling. Ja, dit is iemand die verdriet heeft. Dit is iemand die wil terugkomen. Er is bedrog geweest in het verleden, er is toxisch geweest. Er zijn echt hele negatieve dingen gebeurd, onrecht aangedaan, teleurstelling. Het kan bedrog zijn voor sommigen onder jullie, voor anderen onder jullie. Gaat andere dingen zijn, maar er wordt hier echt wel gevraagd om me-time te nemen, om echt naar uw intuïtie te luisteren. Ga ik je verder kijken. Kijk, het kan zijn, collectief, dat jij ook met onbewuste angsten zit in hetgeen wat je allemaal aan het meemaken bent. Het is een en al negatief, obsessief, manipulatie, mindgames. Kan bijna een narcist zijn of deze persoon heeft narcistische symptomen. Ze hoeven niet allemaal narcisten te zijn, want dat woordje narcist wordt heel vaak te snel gebruikt eigenlijk. Maar het kan zijn dat jij op dit moment ook eigenlijk stilstaat. Je geraakt eigenlijk niet vooruit. Je kan ook heel veel nadenken, mallenmolen, overuren maken. Dus wordt er eigenlijk gevraagd om je terug te trekken. Eens jij je terug gaat trekken, dan ga jij ook die helderheid krijgen, die duidelijkheid krijgen. Eens jij je terug gaat trekken, dan ga jij weten wat dat jij gaat moeten doen. Want je intuïtie gaat heel sterk zijn en je gaat antwoorden krijgen. Je gaat jezelf reinigen, je gaat ritueeltjes doen, je gaat zorg dragen voor jezelf. Je gaat dingen manifesteren die wel positief zijn voor u, die nu wel vooruitgang brengen. Want uiteindelijk ligt er hier een volledig nieuw begin. Maar de andere persoon wil ook een nieuw begin met u. Maar voor u is het allemaal risicovol. Dus jij staat eigenlijk ook heel erg stil. Maar de andere persoon heeft ook donkere gedachten. Mallenmolen. Denken, denken, denken. Ga ik mijn persoon contacteren? Ga ik er naartoe gaan? Ga ik personeel communiceren? En het kan zijn dat deze persoon naar u toe gaat komen zeer oppervlakkig, zeer klein. Maar er moet hier eerst een pijnlijke cyclus afgerond worden. Dit is iemand die in een slachtofferrol zit. Dit is iemand die de fout altijd bij u legt. Eens jij deze cyclus gaat afsluiten, of je door een moment gaat krijgen, hadden jij die helderheid krijgen, duidelijkheid, waarheid krijgen. Want er is wel iemand die wilt investeren. Er is iemand die moeite wilt doen. Er is iemand die commitment wilt. Er is iemand die een stevige basis wilt, succes wilt. Ik heb hier wel heel sterk soulmate connectie. Het kan zijn dat je gaat moeten kiezen tussen twee personen. Iemand is zeer, zeer obsessief. Enorm obsessief. Dit is iemand die de eigen leugens gelooft. Het zijn verstrikte gedachten. Deze persoon heeft eigenlijk trust issues, trauma's, innerlijke kindtrauma's. En dat is niet verwerkt. En dat wordt geuit naar je toe. Maar je gaat vertrouwen moeten hebben in jezelf, ook in het universum, maar je bent hier iets aan het leren. Je gaat naar een hoger niveau getild worden. Het gaat allemaal duidelijk worden. Je gaat je antwoorden krijgen. En dan ga je in jezelf investeren naar je succes. Dit is iemand die het echt niet kan loslaten. Dat is iemand die echt nog in het verleden hangt. Die echt herinneringen heeft. Haat je moeten afzonderen. Ja, kijk, er is iemand die wilt nemen en geven dat gelijk is, mutual is. Dit is iemand die dat wilt.
vrijgevigheid. Mocht je te maken hebben gehad met een persoon die niet attent was, die je maar vanzelfsprekend nam, ligt er hier wel iemand waar je een diepe vertrouwen mee hebt, wat dat alles mutual is. Nemen en geven, dat in balans is. Die vrijgevigheid, dat in balans is. Er is wel iemand die een stevige basis wil. Ik heb ook wel, voor sommigen onder jullie, ga je hard werken voor te verhuizen, een huis te kopen. Ik heb heel sterk het gevoel dat je heel hard aan jezelf gaat werken. Want er ligt hier wel welvaart en vruchtbaarheid. En met de keizerin, dit is een nieuw begin in overvloed. Vruchtbaarheid. Je moet, ja. Je moet eigenlijk niet. Maar er wordt eigenlijk gevraagd om een nieuwe richting te nemen. Om keuzes te maken. Je kan misschien vragen aan uw vrienden, vriendinnen in uw verbinding. Kunt je altijd hun om advies vragen, maar volg je eigen intuïtie. Blijf vertrouwen op je eigen intuïtie. Ik ga een keer wat plaats maken. Ja, het kan zijn dat je nu op dit moment van een situatie wegkijkt, dat je op een kruispunt staat, dat je diep van binnen het echt wel weet. Het kan zijn dat je mentale conflicten hebt, conflicten met deze persoon. Deze persoon die van de situatie wegkijkt. Op een kruispunt staan, geen keuze kunnen maken. Dit is iemand die, oh kijk, we hebben die een duivel hier nu terug. Hè. Dit is echt wel iemand die terug gaat komen. Zeer rusteloos. Dat is iemand die echt heel agressief uit de hoek kan komen. Autoritair, agressief. Ik weet het beter. Ik weet alles beter. Ik heb altijd gelijk. Ik heb het gevoel dat deze persoon in deze energie, out of the blue, heel snel, op die manier, contact gaat opnemen. Maar probeer niet weg te kijken van deze situatie. Probeer te denken aan je eigen geluk. Want het is echt toxisch. Het is niet gezond, ik ga het zo zeggen. En dat brengt u van stagnatie. Maar, ik heb een ander gevoel. Als jij wegstapt van deze persoon gaat een gevoel krijgen van, shit, ik voel vertraging. Ik blijf staan. Wat moet ik doen? En dat gaat allemaal zo zwaar wegen voor deze persoon. Dat is iemand die heel erg een zware last met zich gaat meebrengen. Want deze persoon wil eigenlijk een volledig nieuw passioneel begin. Dit is iemand die u in toog houdt. En dit is iemand die eigenlijk wenst voor een tweede kans. Maar dit is iemand die u doet wachten. Maar jij gaat uiteindelijk knopen doorhakken. En de knopen die je gaat doorhakken is tot een volledig einde. Met de doodskaart en met de 10 van zwaarden. Dit is een volledige definitieve einde. Jij gaat knopen doorhakken naar een volledige definitieve einde. Je gaat alles objectief bekijken. Je gaat zodanig al de signalen, al de tekens beginnen oppikken, omdat uw intuïtie zo sterk staat, ga jij geen medelijden meer krijgen met deze persoon. Want het kan zijn dat jij deze persoon altijd maar kansen hebt gegeven vanuit het emotionele aspect. Maar nu gaat het vanuit een rationele aspect doen. Vanuit een objectieve manier, vanuit het hoofd. En ook jij gaat beginnen transformeren. En voor deze persoon gaat dat stagnatie zijn. Deze persoon gaat stilstaan, niet vooruitkomen, gaat vraagtekens krijgen. Hoe kan dat mijn persoon op dit moment of nu opeens de deur voor mij volledig kan dichtslaan? Heel sterk steenbokenergie, visenergie, want dat is hier echt emotionele manipulatie. Dit is iets wat deze persoon kan doen. Ik heb boogschutterenergie, ik heb tweeling, ik heb waterman en ik heb schorpioen en ram. En ik heb ook de luchttekens met nog een keer schorpioen. Wat er hier op tafel ligt, is heel sterk leeuw. Leeuw, ram, boogschutter, waterman, tweeling, maagd,
stier, steenbok, ram, stier, weegschaal. Heb ik al maagd gezegd? We gaan even kijken wat er hier nog meer mag uitkomen voor het collectief. Waar zij dienen bewust van te zijn voor het collectief. Zie, je gaat wakker worden. Je moet eigenlijk meer naar de natuur gaan om die verlichting op te doen. Want het kan ook zijn dat jij ook een hele zwaarte voelt. Maar ga eigenlijk naar de natuur. Zoek verlichting. Want je gaat hier ontwaken. Ook jij gaat wakker worden. Er is wel passie tussen jullie. Er is iemand die wel heel veel passie, affectie en hartstocht voor je voelt. Maar deze persoon is zeer onrustig. Dit is iemand die op een rusteloze manier contact gaat opnemen. Dit is iemand die innerlijke conflicten heeft, die angsten heeft, die zich op dit moment heel erg onzeker voelt, omdat je zij je aan het terugtrekken, collectief. Je zij je aan het terugtrekken, je zij je energie aan het wegtrekken. Je gaat het doen door me-time en je terug te trekken in je bubbel. En deze persoon gaat dat voelen. Misschien moet jij dit doen om deze persoon wakker te maken. Dat deze persoon gaat ontwaken en dat deze persoon gaat beseffen, wat heb ik eigenlijk allemaal gedaan? In welke toxische energie zit ik hier? En dit kan de verontschuldiging zijn die naar je toe kan komen. Dat als een shockmoment gaat ervaren worden. Maar er ligt hier wel succes, een overwinning, een beloning. Dus je gaat het wel overwinnen. Het is een hindernis, maar je gaat het overwinnen. Vandaar dat je al je kracht en je moed bijeen gaat moeten rapen om dit te overwinnen. Maar je moet nu in het hier en nu blijven. Op dit moment sta je op het juiste moment. Het is het juiste tijd. Kijk of er nog iets meer mag uitkomen. Ja, bij u thuis is het allemaal gezellig, warmte, geborgenheid. Het kan zijn dat deze persoon dit naar u toe voelt. We hebben weer een torenmoment. Allee. En deze persoon heeft veel te veel ego. Dit is iemand die veel te veel ego en trots heeft, die nogal koud, koel kan overkomen. Die zeer afgescheiden is, maar ik zeg het, er ligt hier een verschuiving. Een shock, een verbreking. Dan ga je iets heel onverwachts plaatsvinden. Dat gaat echt als een shockmoment ervaren worden. Het kan zijn dat deze persoon echt een schudding gaat krijgen van hierboven. Want dit is iemand die echt handelt vanuit het ego, vanuit manipulatie, toxische gedragingen. Maar hij gaat je moeten afzonderen. In eenzaamheid, tot bezinning komen. Kijken of er nog iets meer mag uitkomen. Allee, de kaarten doen ambetant. Het verwondert mij dat de zeven van zwaarden er niet is uitgevallen. Deze wil er wel uit. Zie dit? Het kan zijn dat je je op dit moment gebonden voelt. Maar deze persoon heeft echt verslavingen. Deze persoon zit vast. Zeker met die duivelenergie. Maar ja, ik vind ze nu niet meer terug. Maar het kan ook zijn dat jij je gebonden voelt met deze ene persoon. Dat het moeilijk is om het los te laten. Kijk, deze persoon is echt nieuwsgierig. Kijk, dat is iemand die echt in een slachtofferrol zit. Dit is iemand... Ik heb nooit fouten gemaakt. De fout ligt altijd bij u. Jij bent de schuldige. Jij bent een fout. Dit is iemand die in een slachtofferrol zit. Die wrok heeft. Maar het is iemand die heel nieuwsgierig is. Heel nieuwsgierig. Wat doe je allemaal? Ga je verder met je leven? Het is een soulmate-connectie sowieso. Maar je moet aan zelfreflectie doen. Het kan zijn dat deze persoon aan zelfreflectie gaat beginnen doen. Dat deze persoon een keer in de spiegel gaat kijken. In de spiegel gaat kijken en de eigen... Hoe moet ik dat uitleggen? Sommige mensen durven niet in de spiegel kijken. Omdat ze weten dat ze dingen verkeerd doen, fout doen. En het kan zijn, als deze persoon die torenmoment heeft gekregen, dat deze persoon opeens aan zelfreflectie gaat doen. Dat die persoon uiteindelijk naar zichzelf gaat kunnen kijken in de spiegel. Maar dan moet eerst die torenmoment vallen. Kijk, er is een herhalend patroon tussen jullie. Altijd maar datzelfde. Dat toxische, dat giftige. Je hebt een zielsverbinding met deze persoon, maar jij moet grenzen aangeven.
Jij moet je eigen ruimte nemen. Jij moet jezelf beschermen. Jij moet grenzen aangeven. Want er is een langdurig herhalend patroon. En dit is wat moet doorgehakt worden. Ja, er komt een doorbraak. Er komt sowieso een doorbraak van emoties. Kan het zijn dat deze persoon een torenmoment gaat krijgen? Dat sowieso. Jij gaat een torenmoment krijgen, de andere persoon gaat een torenmoment krijgen. En dit is iemand die een keerpunt gaat, die opeens een opening gaat krijgen in verband met de emoties. Dus deze persoon moet eerst uit dat ego komen, uit dat hoofd komen. Dit is iemand die veel te veel trots heeft, koud, cool, kan overkomen. Maar deze persoon moet die torenmoment krijgen om uiteindelijk een keer die emoties naar u te durven laten tonen. En dit is wel de keerpunt die zou naar u toe kunnen komen. Maar hier vraagt er zoveel moed, zoveel doorzettingsvermogen. Maar dit komt eigenlijk van het verleden, van de basis, van de afkomst. We kunnen deze persoon niet kwalijk nemen. Dit is iemand die issues heeft vanuit het verleden. Kan van de familie zijn. Vanuit de wortels. Uiteindelijk ga je dankbaar zijn. Uiteindelijk ga je dankbaar zijn. Uiteindelijk ga je je opnieuw gelukkig voelen en tevreden voelen. Deze persoon is op dit moment bewust aan het worden van de mannelijke energie. Er kan vooruitgang komen. De koers kan echt veranderen in een positieve richting. Want deze persoon zit echt in een transformerende mannelijke energie. Dit is iemand die echt gaat transformeren. Maar op dit moment is het allemaal ongekend. Het is nog niet geweten. Maar er is heel veel passie naar u toe. Maar dit is iemand die eigenlijk verdoofd is van emoties. Dit is iemand die de passie kan geven, zonder twijfel. Daar is die persoon de beste in. Maar als het gaat om emoties, deze persoon staat daar los van. Deze persoon is verdoofd. En dat komt door de kind, door de trauma. Het innerlijke kind, de trauma's vanuit het verleden. Er is daar iets gebeurd. In het verleden. En uiteindelijk gaat er hier een beslissing vallen. Er komt duidelijkheid. En je gaat van je standpunt zijn waardoor dat je een keuze gaat maken. Er kan een hernieuwing komen tussen jullie. Het kan. Maar dan gaat deze persoon enorm hard moeten werken aan zichzelf. Deze persoon moet openstaan. Deze persoon moet wakker worden. Deze persoon moet ontwaken om aan zichzelf te gaan werken. Kijken wat dat uw persoon u nog te vertellen heeft. Wacht een klein momentje. Ja. I'm too afraid to talk to you. Is er nog een boodschap voor mijn collective? Deze persoon meent alles wat hij zegt. Ik dacht dat er nog een kaartje was gedraaid. Oh nee. Dus mocht deze persoon gezegd hebben op de een of andere manier dat hij toch, toch gevoelens heeft voor u. Dit is wel iemand die het meent, maar deze persoon heeft echt trust issues. Deze persoon zit echt in een toxische energie. Trauma's, verstrikte gedachten, de schaduwkanten die naar boven komen. Herhalende, langdurige patronen die nog niet zijn doorbroken. Maar dit is wel iemand die addicted heeft to you. Dit is iemand die verslaafd is aan u. De passie die is er, ongetwijfeld. I just wish things were different. Dit zijn eigenlijk boodschappen vanuit het hart, hè, vanuit de ziel. Dus deze persoon hoopt wel en wenst wel dat de dingen veranderd waren.
Ik zeg, het schijf vibreert veel hoger dan deze persoon. Of je hebt een heel groot leeftijdsverschil. Zo niet, dan is deze persoon wel jonger dan u. Ik kijk kijken of er nog iets mag uitvallen. Is er nog een boodschap voor mijn collective? I hope you will wait for me. Zoals hier. Wachten. Wachten op een tweede kans. Dit is wat deze persoon hoopt. Maar deze persoon moet echt aan het innerlijke kind werken. Hij komt, hè. Of zij komt, hè. Ik hoop natuurlijk dat deze persoon niet enkel gaat komen voor de seks, voor de passie. Dus wees gewaarschuwd. Dit is misschien de waarschuwing dat deze persoon gaat willen langskomen, omdat er heel veel passie is tussen jullie. Dus dit kan de waarschuwing zijn dat deze persoon misschien alleen maar voor de passie naar je toe zou willen komen. We gaan even kijken welke liefdesboodschap je moet ontvangen. Kijk, let op tekens. Er zijn waarschuwingssignalen. Je moet je terugtrekken. Het is nu de tijd om je even uit de wereld terug te trekken. En daarnet zag ik, laat uw ex los. We gaan even kijken. Amai, dat is een lange reading. Ik zie hier opeens 50 minuten. Welke liefdesboodschap voor mijn collective? Heb vertrouwen. Deze situatie doet een beroep op uw vertrouwen. Als deze persoon aan zichzelf werkt, aan de verslavingen, alcohol, seks, medicatie, drugs, verstrikte gedachten. Als deze persoon daaraan werkt door het ontwaken dat hij gaat ontvangen in verband met de tovermomenten die gaan komen, dan kan deze situatie wel verbeteren. Maar hier moeten verschillende cyclussen doorbroken worden. Dus we gaan even kijken wat er nog iets mag uitkomen van boodschap voor het collectief. Nee. Maak jezelf vrij. Ja, het is tijd om de regie van je leven weer in hand te nemen. Dus maak jezelf vrij. Zorg dat deze persoon geen controlemacht heeft over je. Zorg dat je gewoon vrij bent. Je leeft in een vrij land. Je moet alles doen. Ja, ik denk dat dit het zo is. Maak uzelf vrij. Hou u niet gevangen. Zo collectief. Ik heb heel erg hoofdpijn. Dus ik weet niet hoe dat het komt, maar ik heb heel, heel erg hoofdpijn. Ik hoop echt dat deze reading duidelijkheid heeft gebracht. Dat je toch je antwoorden hebt mogen vinden. Ben je benieuwd naar een persoonlijke tarot reading? Onderaan bij de beschrijving vind je mijn website. En daar vind je alle nodige info. Je gaat daar ook de prijsjes in zien. Ik had liever een positieve reading gegeven. Maar het is nu zo. Ik ga niets verbloemen. Ik doe dat niet. Ik zie altijd wat eruit komt, komt eruit. Is het uw verhaal niet? Maak er alsjeblieft uw verhaal er niet van. Het kan ook zijn dat er maar bepaalde kleine boodschapjes voor u zijn. Voor sommigen onder jullie gaat deze volledige reading volledig voor u zijn. Dus ik ben jullie super hartelijk dankbaar voor het liken, delen en het subscriben van mijn kanaal. En ik zie jullie de volgende keer terug. Bye bye.